Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij New Metropolis Zuidoost. Ja, en welkom bij New Metropolis Zuidoost. Dat werd al gezegd. Mijn naam is Angela Bromet en welkom bij Amsterdam Zuidoost Groeit. Vandaag zoomen we in op Gasperdam en praten we met een hele mooie samenstelling van mensen over de ontwikkelingen. We gaan luisteren naar architecten, bewoners, maar ook mensen van de gemeente. En hier aan tafel hebben wij Iris van de gemeente en we hebben Joost van de gemeente. Naast deze sprekers hebben we ook mensen in de Zoom thuis. Een van de gastsprekers zit daar ook bij en u zit daar ook tussen. En we zouden het leuk vinden als jullie niet alleen maar luisteren, maar ook met ons meepraten. En dat kan. Dat kan via de site van Pakhuis de Zwijger. En dan kan je op de Q&A-button kan je, je aanmelden en kan je dus je vragen stellen die wij weer mee proberen te nemen in ons gesprek. We hopen zoveel mogelijk te kunnen beantwoorden. Helaas kan misschien niet alles, maar misschien ook na de uitzending kunnen we nog even tijd vrijmaken om eventuele vragen te kunnen beantwoorden. We zoomen in op Gasperdam en vervolgens gaan we inzoomen op één gebied en dat is Reigersbos. En uiteraard in andere afleveringen komen ook de andere gebieden Holendrecht, Gein en Nillestein aan bod. Iris, zou ik jou mogen vragen om ons even mee te nemen in jouw presentatie over dit gebied? En dan kunnen we vervolgens daarna met Joost even in gesprek om echt in te zoomen op de verandering. Ja, zeker, Angelo. Dank je wel. Komt de presentatie vanzelf als ik erop druk? Daar is die. Ik wil jullie vandaag even meenemen in het kort in Gasperdam. Gasperdam is natuurlijk een wijk waar veel van jullie misschien wel in wonen of kennen van de Gasperplas. Het is een ontzettend mooi gebied, dat zie je hier ook op de foto. Het is heel groen. Het heeft 700 hectare, waarvan 350 hectare groen. Dat is echt ongelooflijk veel. Er staan zo'n 14.000 huizen, er wonen ongeveer 30.000 mensen op dit moment. En het is een gebied wat ook een hele bijzondere geschiedenis heeft. Het is ontwikkeld eigenlijk oorspronkelijk als de Zuid-Bijlmer. En wat daar interessant aan is, is dat het gebied zou zo worden zoals de Bijlmer ook zou worden. En het is bijna zelfs tegelijkertijd aangelegd. Dus toen de Bijlmer werd aangelegd, toen werden ook al de zandvlaktes van Gasperdam neergelegd. En werd de hoofdstructuur al bedacht. En die kennen jullie denk ik allemaal als jullie er wel eens geweest zijn. Dat zijn de lange dreven waar je overheen rijdt. Dat is echt kenmerkend voor die structuur van Gasperdam. Wat er heel bijzonder aan is, is dat Gasperdam, toen het bedacht werd, zou het echt hoogbouw worden. 9 hoog. Het staat hier ook op dit kaartje, 9 woonlagen. Deze kaart is uit 68. Alleen toen de wijk daadwerkelijk gemaakt zou gaan worden, toen brandde er een enorme discussie los over of dat die hoogbouw nou wel de manier was waarop we moesten bouwen. Dat kwam natuurlijk door wat er gebeurde in de Bijlmer, vrij snel al. En die discussie die leidde ertoe dat de plannen voor Gasperdam uiteindelijk heel anders zijn geworden. Maar die structuur, die lag er al. En dat is wel iets heel bijzonders, want dat zie je niet zoveel. Dus je ziet dat die wijken in Gasperdam, die hebben zich eigenlijk los van de structuur ontwikkeld. Die rode blokjes die je trouwens hier ziet op de kaart, dat zouden de parkeergarages worden. Nou, voor wie Gasperdam kent, er staan weinig parkeergarages. Er staan er wel een aantal. Uiteindelijk zijn het bijna allemaal parkeervelden geworden. Dus een totaal ander gebied dan hoe het uiteindelijk bedacht is. En eigenlijk een soort versteende discussie over wat is nou belangrijk in een stad? Hoogbouw, veel mensen in één gebouw of die menselijke maat? Nou, heel interessant om te weten van je eigen wijk, omdat het iets zegt over wat je tegenkomt en wat je ziet. Die discussie die leidde ertoe dat mensen zeiden, ja, willen we nou wel die hoogbouw? Misschien willen we wel middelhoogbouw. Dus, en dat zie je ook heel veel in Gasperdam. Hè? 4 hoog ongeveer. 4 hoog met groene hoven eromheen en laagbouw. Hier zie je trouwens een prachtige tekening van Gein. Zoals het zou gaan worden, maar nooit geworden is. Want zo gaat dat natuurlijk met plannen. Plannen worden getekend en vaak worden ze ook weer gewijzigd. En uiteindelijk tegen de tijd dat ze uitgevoerd zijn, zijn ze vaak ook weer heel anders geworden. Je ziet wel dat de opzet van de wijk was echt vanaf het begin af aan groen. En dat is ook iets wat de bewoners heel erg waarderen aan Gasperdam.
Uiteindelijk is de wijk aangelegd. En dit is een plaatje van helemaal in het begin. Die prachtige oude auto's die je hier ziet staan. Zo is de wijk gemaakt en daarna werd er in geleefd. Jarenlang werden mensen in geboren, er werd getrouwd, er werd in geslapen, gewinkeld, gewandeld, noem het allemaal op. En dat duurde vrij lang, tot op een gegeven moment er een bedreiging kwam voor Gaasperdam. Want de A9 zou niet onder het Naardenmeer komen. En daardoor ontstond er een groot probleem, want die A9 die lag al tussen de Bijlmer en Gaasperdam in. En mensen hadden natuurlijk de hoop dat die misschien ooit wel eens weg zou gaan. Maar toen de discussie natuurlijk werd beslecht en de A9 niet in het Naardenmeer kwam, toen kwam Gaasperdam in verzet. En dat zie je hier ook in het plaatje. Naardenmeer gered, nu wij nog. En dat is eigenlijk voor het eerst dat er weer in Gaasperdam echt iets gebeurt. Iets qua plannen. En mensen waren erg bezorgd, terecht, en hebben heel hard gevochten om die A9 eigenlijk in een tunnel te krijgen in hun gebied. Nou, dat is gelukt. Een hele grote tunnel, de allergrootste landtunnel van Nederland. Ik denk zelfs van Europa, maar daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Wat je ziet is dat daar straks een prachtig park bovenop komt en daar liggen ook allerlei velden aan de randen. Dat betekende natuurlijk wel dat er ook voor het eerst weer gesproken werd over, zullen we wat nieuws doen in Gaasperdam? Gaan we nieuwe ontwikkelingen daar mogelijk maken? En dat werd in de structuurvisie van Amsterdam werd dat vastgelegd. Daar hadden mensen allerlei beelden bij en ook allerlei meningen over. Dus naar aanleiding van die structuurvisie is er vervolgens uitgebreid met de buurt gesproken. Dat is best al een tijd geleden. En misschien herkent u zichzelf eigenlijk wel in een van deze plaatjes. Volgens mij zag ik jou ergens zitten, Angelo. Volgens mij zit jij daar op de kop. Dat zou goed kunnen. Volgens mij heb ik dat in het planetarium ooit een keer geleid. Ja. Dat is een hele tijd geleden, 2012 zo'n beetje. En toen is er in de buurt eigenlijk van alles opgehaald wat mensen willen. Dus mensen gaven aan, we willen graag woningen voor ouderen. We willen graag woningen voor jongeren. Ja, de wijk is wel mooi groen aan de randen, maar vaak is hij in het midden een beetje stenig. Dus er zijn ook echt wel dingen gezegd door mensen. We vinden bepaalde delen niet veilig. Nou ja, en die plannen, daar zou toen vervolgens aan gewerkt worden. Alleen toen werd het heel erg crisis. En op dat moment is er niet zo heel veel meer gebeurd in de wijk. Nu pakken we de draad weer op en gaan we in Gaasperdam aan de slag. Daar is ook allerlei aanleiding voor. De wijk is namelijk 40 jaar oud. En 40 jaar oud is een behoorlijke leeftijd voor een wijk. En dat betekent ook dat bijvoorbeeld bepaalde gebouwen aan het einde van hun levensduur zijn. Dus je ziet al dat er automatisch vernieuwing komt. Die komt als het ware vanzelf. Dus je moet daar ook op anticiperen en een goed antwoord hebben van hoe gaat het straks in die wijk in de toekomst. Nou, hoe kijken we daar nou naar? Eigenlijk zeggen we gooien niks van dat verleden in die prullenbak. De wijk is prachtig, de wijk is groen. Dat zie je hier aan die linkerkant. Dat zijn allemaal hele mooie kwaliteiten van Gaasperdam. De wijk is groen, de wijk heeft die fantastische Gaasperplas. Het heeft heel veel kwaliteiten. De laagbouwwoningen, de rust die er is. De vierlaagse bebouwing met die mooie groene hoven. Er zijn allerlei zaken die heel goed zijn in de wijk. Ook de winkelcentra functioneren heel goed. Maar er zijn ook een aantal zaken in de wijk die wat minder goed gaan. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar die dreven die gemaakt zijn. Die zijn natuurlijk geweldig als het gaat om oversteken. Want je kan met de fiets er onderdoor. Je hoeft nooit langs een auto als je daar wil oversteken in Gaasperdam. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat er van die anonieme parkeervelden zijn. Waar 's avonds dingen gebeuren die je liever niet ziet gebeuren in je wijk. Waar bushaltes zijn, waar mensen eigenlijk door het donker heen naar hun woning toe moeten. En dat willen ze eigenlijk liever niet. Dus er is ook wel aanleiding om iets met die plekken te gaan doen. En wat we eigenlijk gezegd hebben is, nou, de wijk gaan we ontwikkelen op die manier. We kijken naar de plekken waar wat moet gebeuren. We kijken naar wat de mensen ook willen qua programma. Hè? Dus woningen voor ouderen, woningen voor jongeren. En laten we nou eens kijken of we op die plekken waar wat te verbeteren valt, of je daar nou ook dat programma kan toevoegen. En op die manier eigenlijk de wijk weer 40 jaar mee kan laten gaan straks. Dat zie je ook terug in de plannen die we maken. Dat doen we heel pragmatisch. We gaan dus niet een heel groot plan maken voor heel Gaasperdam, maar we bekijken het echt per gebied. Vandaar dus ook dat vandaag Reigersbos aan de beurt is. Maar we kijken ook naar andere gebieden. En soms is er dan gewoon een kans.
Bij Vreeswijkpad bijvoorbeeld, dat is in Gein. Daar moest een schoolgebouw helemaal vernieuwd worden. Dat was een oud gebouw. De school krijgt nu een nieuw gebouw. Hier zie je de eerste steen. Het was, zoals je ziet, was het heel druilerig weer. Het was in februari. Het was heel vlak voor de coronacrisisuitbraak. En toen werd de eerste steen geslagen van dit gebouw. Maar we hebben gezegd, ja, dat gebouw dat wordt heel anders dan hoe schoolgebouwen vroeger waren. Vroeger waren het allemaal eenlaagse pannenkoeken, heel veel ruimte. Dit wordt een heel compact gebouw. De gymzaal komt ook in het gebouw. Dus er ontstond opeens ruimte voor nieuwe woningen. En die gaan we daar omheen maken. Hier zie je nog even waar het gebouw nu is, hè? Dus dat gaat ook ineens heel hard. Want als ze dan eenmaal beginnen, dan gaat het hard met het bouwen. Wordt een prachtig nieuw schoolgebouw. En dat is volgend jaar is dat helemaal klaar. En dan kunnen we ook starten met de rest van de ontwikkelingen in dat gebied. En zo gaan we ook kijken naar Reigersbos. Reigersbos die heeft een dreef. En langs die dreef daar staan ook een aantal wat verouderde gebouwen. Een brandweerkazerne. Er is ruimte om iets te gaan doen. En daar zijn we op aan het studeren. Okay. Dus tot zover Gaasperdam. Oké, had ik nog wel even een vraagje. En als mensen thuis ook nog vragen hebben, typ alsjeblieft erop los, want dan kunnen we het meenemen. Maar zijn er ook nog momenten geweest dat jullie zijn gaan kijken in de oude plannen? Of daar nog misschien wat diamantjes lagen die je kan meenemen in de vernieuwing? Het gebied zit vol diamantjes, kan ik je vertellen. Nellestein bijvoorbeeld is echt stedenbouwkundig. Is dat echt, dat is een heel mooi gebied. Dus we hebben een cultuurhistorische effectrapportage, noem je dat. Dan laat je echt kijken van, wat zit er nou allemaal in het gebied aan waardevolle gebouwen, aan mooie plekken. Er komt heel veel uit eigenlijk. Hè. Dus Nellestein is heel mooi en waardevol als gebied. Die gebouwen in het groen, die meanderende gebouwen. Ook Holendrecht is een heel mooi gebied. Dus ja, meer dan één pareltje kan ik je vertellen. Oké. En dan wilde ik ook nog eventjes weten, gewoon lekker voor mezelf. Er is altijd een soort van splitsing, minimaal gevoelsmatige splitsing geweest tussen Bijlmermeer en Gaasperdam. Er wordt heel erg gewerkt aan de verbinding van de ene kant van het spoor en de andere kant van het spoor. Maar worden die twee gebieden, komt daar ook een soort van overlap dat meer één gebied wordt, minimaal gevoelsmatig? Het wordt sowieso meer één gebied omdat de A9 daar verdwijnt. Hè? In die zin dat die in een landtunnel komt. Dus nu ligt er een weg tussen. Straks komt er een berg. Maar dat is wel een berg waar je overheen kan lopen. Dus dat is een totaal ander soort ervaring dan wat je nu hebt. Hè? Nu is het de wijk eindigt, dan heb je de A9. En dan begint aan de andere kant begint de volgende wijk. Dat heb je straks niet meer. En ik denk dat het bijna niet voor te stellen hoe dat straks zal zijn. Dat je daar gewoon omhoog kan lopen en aan de andere kant weer naar beneden. Dat is een totaal andere ervaring. Mooi, ik kijk ernaar uit. Aan tafel hebben we natuurlijk ook Joost. Goedenavond. En Joost, je houdt je voornamelijk bezig met Reigersbos op dit moment. Kan je ons even meenemen in eigenlijk wat er in de afgelopen jaren gedaan is? En voeg er ook maar gelijk aan toe wat er momenteel gebeurt. Ja, goed. Goedenavond allemaal. In Reigersbos gebeurt hartstikke veel eigenlijk. En dat is wel heel erg fijn. Je vroeg net aan Iris van wat is er gedaan met al die oude plannen? Zitten er nog juweeltjes in? En ja, er zitten juweeltjes in die we eigenlijk ook al hebben kunnen uitvoeren. In die hele oude plannen kwam veel naar voren dat er een buurthuis ontbreekt. Dat een oude buurtkeuken die bij Cordaan was ondergebracht, waar ouderen een hapje konden mee eten. Dat die weg zijn bezuinigd en die zijn weer teruggekomen. Dus we hebben de brandweerkazerne, zoals je hier op het plaatje ziet, die hebben we aangekocht. Daar komt een buurtfunctie in, een buurtkamer. Dat wordt gerund door bewoners. Er komen ook ateliers in, broedplaatsen zitten daarin. En de buurtkeuken is terug bij Cordaan. En daar kunnen ouderen gewoon een hapje eten. Om maar eens wat te noemen. Mooi, mooi. En zijn er ook dingen die op dit moment nog in de making zijn? Dus waar je iets over kan vertellen wat nog niet zichtbaar is? Nou, er zijn heel veel dingen die gaan komen. Rond de basisschool De Tamboerijn in het centrum van Reigersbos is een heel stenig plein. Het is niet gezellig, het is niet echt leefbaar. En wij gaan er een heel mooi nieuw ontwerp voor maken. Daar zijn we nu druk mee bezig. Binnenkort komen daar de plannen, de voorlopige plannen, de ontwerpen komen naar buiten. Dus daar kunnen bewoners over meepraten.
Overigens hebben we ook al heel veel met bewoners en met leerlingen en met leraren gesproken hierover. Iets anders wat we gaan doen is de onderdoorgangen in Reigersbos. Er zijn een aantal tunneltjes die vinden mensen niet prettig. Vinden mensen niet veilig 's avonds. Dus dat zijn allemaal zaken die zijn voortgekomen uit allemaal gesprekken met de buurt en waardewandelingen die we hebben gedaan. En daar hebben we nu een ontwerp voor gemaakt. En ook dat is vanavond wel een beetje een primeur. Dat vind ik ook wel leuk om te laten zien. Dat zijn dingen waar we ook weer mee de buurt in gaan straks. Oké. We krijgen wat vragen van de mensen die aan het meekijken zijn. Heel goed. Een vraag van Hassan, zie ik hier staan. Die is eigenlijk benieuwd naar wat de plannen zijn met het winkelcentrum. En dan gaat het ook een beetje over van hoe meer genoten kan worden, ook misschien in de avonduren van zo'n winkelcentrum. Cafeetjes, leuke plekjes om te zitten en elkaar te ontmoeten. Zijn die er ook? Ja, dankjewel voor je goede vraag, Hassan. Dat willen we heel graag. We willen juist het winkelcentrum versterken. Het winkelcentrum in Reigersbos heeft een hele belangrijke functie, niet alleen voor Reigersbos, maar voor heel Gaasperdam. En eigenlijk ook nog verder buiten. Dus we zijn zeker, en ik hoop dat de architecten daar misschien ook iets over kunnen zeggen zometeen, naar aanleiding van hun studies, zijn we echt aan het kijken om het winkelcentrum te versterken. Dus niet alleen beter te maken, maar ook ervoor te zorgen dat het 's avonds fijn is om naartoe te gaan. Ja. Rafik zegt, graag de hoge dreven verwijderen. gaan de hoge dreven verdwijnen, is de vraag. Ja, zo krijg je hele verkeerde plannen. uiteindelijk denk ik dat het belangrijk is dat als we gaan nadenken over het toegevoegen van woningen voor Reigersbos, voor Gaasperdam, dat je kijkt hoe je dat zo mooi mogelijk en zo goed mogelijk kunt doen. Met behoud van groen, met behoud van belangrijke structuren, zoals die fietsroutes die heel fijn zijn hier. En of het een hoge dreef wordt of een lage dreef wordt, dat is een vraag die ik zou heel graag voorleggen aan de bewoners. Oké. Ik wil trouwens ook even zeggen voor de mensen die thuis zijn. Iris zit er natuurlijk ook nog, dus als je ook nog vragen hebt over het brede verhaal, brand maar los. Ik zou ook nog wel wat willen weten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de metrostations, zijn op heel veel plekken zijn ze vernieuwd. Hè? Als je kijkt naar Holendrecht, als je kijkt naar Belmer Station, uiteraard, dat zijn wel de belangrijke punten. Wordt daar nog wat aan gedaan bij Reigersbos? Volgens mij is er in Reigersbos zijn de entrees ook vernieuwd. Ik weet niet of het nou 10 of 8 jaar geleden is gedaan. Zeker aan de kant van Renkumhof. Maar dat zijn zeker dingen waar we ook naar kijken. Oké, ik zit eventjes te kijken. Dat wil ik eigenlijk ook even weten. Hebben jullie specifieke ideeën voor Reigersbos Zuid? Het is heel veel rondom het winkelcentrum, maar gaan jullie ook nog verder de wijk in? Wij zijn afgelopen jaar heel druk bezig geweest om een goede scan te maken van heel Reigersbos. Dus 1, 2, 3 en 4. Dat zijn de wijken waar wij aan refereren. Als het gaat om de woningbouwopgave, concentreren we ons heel erg op de Reigersbos Dreef rond het winkelcentrum. En in de jaren erna gaan we ook kijken of we plannen kunnen maken voor de andere wijken van Reigersbos. Dat is nu nog niet actueel, maar dat is wel iets wat in de toekomst kan gaan spelen. Nou, en ik denk ook, het is wel goed om daarbij te zeggen dat hoe we dat doen of wat we willen doen is steeds in gesprek met de mensen zijn. Mm-hmm. Dus het gaat er niet zozeer om van je moet hier of daar iets doen, maar het is meer de vraag, wat kun je waar doen? En wat willen we met elkaar ergens doen? Dus het is een samenwerking. Ik denk dat het is niet aan ons om te zeggen, nou daar moet per se iets gebeuren. We proberen ook steeds, en dat hebben we ook de afgelopen tijd gedaan, is steeds met mensen in gesprek te zijn over, en waar vinden jullie dan dat het zou kunnen? Ja. En dat leidt tot hele verrassende dingen, kan ik je vertellen. We hebben een sessie gehad over wonen toen het nog kon. En dat was ontzettend interessant om te zien hoe mensen nu in Reigersbos wonen. Maar ook hoe ze naar de toekomst kijken en wat ze zelf vinden. Waar bijvoorbeeld extra gebouwd zou kunnen worden of niet. Oké. Katelijn wilt weten hoeveel woningen nog bijgebouwd worden in Gaasperdam. En hoe verhoudt het zich in de verhoudingen koop, sociale huur en... Nou, we weten niet precies hoeveel woningen er bijgebouwd gaan worden in Gaasperdam. Want dat hoort natuurlijk ook bij het organische ontwikkelproces, dat je geen exact aantal kunt aangeven. Dat gaan we onderzoeken. En dat doen we ook per project. Dus bijvoorbeeld Vreeswijkpad,
Daar maken we 216 woningen. En daar hebben we gekozen heel erg voor een verdeling in middeldure huur en middeldure koop. En middeldure koop is natuurlijk iets wat nog maar weinig voorkomt in Amsterdam, omdat die prijzen zo gestegen zijn. Maar dat zijn echt woningen tot 3 ton in de koop. Dus echt grotere eengezinswoningen tot 3 ton. Dus dat doen we in Vreeswijkpad. En er komt ook een blok voor wooncoöperatieven. En dat is sociale huur. En verder zijn we natuurlijk officieel zijn wij gehouden aan 40-40-20. Dat moet overal in de stad. Dus 40% sociaal, 40% middeldure huur en 20% duur. Maar we kijken ook steeds naar wat willen de bewoners. Oké. Even weer terug naar Eigensbos. Even kijken. Marion wilt weten wat er met de leegstand gaat gebeuren op dit moment in de tijdelijkheid van het winkelcentrum. Ja, leegstand is best een groot probleem in het winkelcentrum. Er is een nieuwe winkeleigenaar. Die zal dat probleem moeten gaan oplossen. Die is op zoek naar nieuwe huurders. En die is daar heel erg voortvarend mee bezig. Wat ik in de tussentijd zie, is dat er ook heel veel tijdelijke initiatieven in het winkelcentrum zitten. Voor korte perioden. En misschien ook wel leuk om te noemen, de gemeente, wij vanuit het projectteam, hebben daar ook een ruimte gehuurd. Het informatiecentrum, het infopunt midden in Reigersbos, op nummer 55, naast de doe-het-zelfzaak. Daar kunt u altijd langskomen overigens, om nog vragen te stellen. Dat is wel een punt van aandacht. En we hebben veel gesprekken met Hoorn of Vastgoed, de eigenaar. Dus die is zich er ook van doordrongen. Oké. Ze komen nu allemaal binnenstromen, die vraag. Ik had het misschien niet te hard op moeten zeggen. even goed, kijken. Juist. Heel goed. Ik denk dat eigenlijk een van jullie twee, dat maakt niet zozeer uit wie dat zou moeten beantwoorden, maar het is een hele belangrijke. We zitten nu in de periode van corona. Er zijn aardig wat vragen over of de bouw ook enigszins geremd is en of er misschien investeringen worden gekort. Verwachten jullie daar problemen mee in deze tijd? Verwachten jullie ook de grote recessie waarover gesproken wordt? Nou, het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken tot op heden. Wij spreken natuurlijk ook wel met partijen die willen investeren. En tot op heden hebben ze nog niet gezegd, wij willen niet investeren. Dus vooralsnog niet. Maar goed, het hangt er ook van af, denk ik, hoe lang het nog duurt met de corona. En hoe diep de recessie wordt. En of als op een gegeven moment er problemen ontstaan, ook op de geldmarkten, dan wordt het ook lastig voor investeerders. Maar goed, zover zijn we nog niet. En ik denk ook wel in Gaasperdam zelf zijn we ook met corporaties in gesprek. Nou, die hebben natuurlijk een heel andere financieringsstroom dan vanuit de markt. Dus dat is iets waar je altijd op in kunt zetten. Daar kun je ook met elkaar aan werken. Oké. En Joost, weer eentje voor jou. In welke mate worden er met de allerkleinste bewonertjes rekening gehouden? Dat is van 0 tot 12 jaar oud. Dat is de vraag van Rafiek. Heel goed. Zoals ik heb gezegd, we zijn natuurlijk bezig met een schoolplein. We proberen de openbare ruimte ook op te knappen hier en daar. Dat hebben we ook al gedaan. Maar wat misschien ook nog wel interessant is om te noemen, als we gaan kijken naar woningbouw en wonen in Reigersbos en wonen in Reigersbos voor de Gaasperdammer, daar zijn we natuurlijk ook heel erg naar op zoek. Want een van de punten die heel erg naar voren komt, is er zijn geen woningen voor jongeren, er zijn geen woningen voor ouderen, wat Iris al heeft gezegd. En wat mij betreft krijgt het ook een plaats in de nieuwe woningbouwplannen. Ja, en waar we ook naar kijken, dat zijn we bijvoorbeeld samen met een corporatie aan het doen, is kunnen we ook iets doen voor ouderen, waardoor grote eengezinswoningen vrijkomen. Want dat zie je natuurlijk, dat is ook wel weer fantastisch aan Gaasperdam. Ik heb nog nooit zoveel mensen gesproken die zo lang ergens wonen. Ja. Ik spreek mensen die zeggen, ja, ik woon hier al 40 jaar, ik woon hier al 30 jaar, ik woon hier al 35 jaar. Het is een fijne wijk om te zijn. Maar soms betekent dat mensen in een hele grote eengezinswoning zitten. En inmiddels, de kinderen zijn het huis uit, die zijn alleen overgebleven. En die zeggen ook zelf wel van, straks, nu kan ik alles nog, maar straks misschien niet meer. Dus ik zou graag in mijn eigen wijk willen blijven. Maar het zou natuurlijk ook fantastisch zijn als die woningen weer beschikbaar komen voor gezinnen. Dus daarmee kun je, over 0 tot 12 gesproken, dan zit je in die categorie. Die wonen hopelijk nog niet op zichzelf.
Nee, laten we hopen van niet. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we een soort van gezonde wissel krijgen. Dat grote woningen met iemand die daar gezin heeft gehad, kinderen heeft opgevoed en nu ja. eigenlijk in je eentje zo'n grote woning zit. Dat je daar wel iets moois met fijne wooncomfort voor terugkrijgt. Ja. En dat daar een woning weer voor vrijkomt waar anderen weer heel mooi gebruik van kunnen maken. Ja, maar dat kan ook alleen maar natuurlijk als mensen het zelf willen. Ja. Ik heb nog een vraag van Michel, als ik het goed zeg, maar we komen tegen het einde. Michel, ik neem hem indien mee naar de volgende ronde. En anders tegen het einde kunnen we nog even kijken of we erop terug kunnen komen. Voor nu wil ik Iris en Joost even bedanken. We gaan in een wissel. We leven in de tijden van corona, dus we moeten in de wissel eventjes de dingen schoonmaken en zorgen dat alles weer bruikbaar is voor de volgende sprekers. Dat gaan we nu doen. En dan hoop ik dat jullie nog even blijven hangen. Wie weet kunnen we aan het einde nog even wat vragen beantwoorden. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan nu eventjes een soort van de stoelendans doen. En waar, een woonomgeving is, een woonwijk is, daar moeten ook bewoners zijn. En zonder bewoners is het eigenlijk niks. En in deze mooie plannen die plaatsvinden... willen we ook natuurlijk weten, wat vinden de bewoners daar nou van? Even kijken, zijn we helemaal good to go? Eens eventjes te kijken. Yes. Ja, zijn jullie klaar? Ja. Glaasje water erbij. Oké. Met wie zitten we aan tafel? Ladies first. Dank je. Simone Anne en bewoonster van Rijgersbos sinds pas 8 jaar. Oké. Okay. En voorzitter van? Van het bewonersplatform Rijgersbos. Vanaf okay. het eerste uur, dus vanaf mei 2016. Oké. Okay. Toen door de gemeente daarvoor gevraagd. En aan mijn rechterzijde? Ik ben Danny Armelita. Ik ben ook bewoner van Rijgersbos, van de S-buurt, Zevoldestraat. En ik woon nu 10 jaar in Rijgersbos. Ik ben best wel actief. Ik kom uit maatschappelijk werk, dus ja, heb ook echt wel... oog voor de wijk en aandacht voor de wijk. En sinds denk nu ongeveer 1,5 jaar delen wij samen het voorzitterschap van dat gaat heel het democratisch platform. Dat is goed, dat is goed. Ja, jullie wonen allebei in de wijk. Voor zij die nog nooit eerder in de wijk geweest zijn. Wie kan mij een beetje vertellen van wat voor type wijk is het? Wat voor type bewoners? Wat voor type wijk? En dan bij jou, wat voor type bewoners? Ja. Ik denk dat dat wel een eerlijke verdeling is. Ik vind het een vrij unieke wijk. In die zin dat je hebt eigenlijk alle voorzieningen bijna binnen 5 minuten lopen, noem ik dat altijd. Of je nou naar een metrostation moet of zelfs nog een gratis parkeerplaats voor je deur. De supermarkten, maar ook de wekelijkse markt op woensdag. Van 's ochtends tot 's avonds is er van alles bereikbaar in te doen. En dat is maar ook wat je er zelf van ziet en maakt natuurlijk. Maar ik vind het een hele prettige wijk qua voorzieningen. Dat is heel goed uitgevoerd. Dat is het concept wel van de Bijl, maar ook door die structuur hoe dat destijds bedacht is. Mijn vader was ook architect, dus ik vind het ook interessant hoe dat soort dingen ontstaan en verder dan weer doorgaan, zoals nu ook weer de nieuwe plannen. Daarnaast is het een hele mooie groene wijk als je binnen 5 minuten fietsen of lopen al de ijsvogeltjes kunt zien. Ik heb in al die jaren er 1 keer eentje gezien, maar het zijn hele bijzondere vogeltjes en ja, honderden andere dieren die je kunt zien en planten en van alles. Dus het is een hele groene, gezonde omgeving waar het heel fijn is om te wonen. En natuurlijk zijn er ook behoorlijke uitdagingen. Mm. Maar dat is in het leven overal. Misschien een hele rare vraag, want ik woon in die omgeving, maar ik moet het toch even stellen voor zij die het niet weten. Mm-hmm. Ik zou iemand thuis zitten en die zou denken dat de Bijlmer voor een heel groot gedeelte uit hoge flats bestaat. Wat voor type woningen zijn daar? Ja, daar benoem je iets goeds. Inderdaad hebben we door de media beeldvorming veel mensen een bepaald idee hoe het is om in dit gebied te wonen in de Bijlmer. En wat dat betreft wijkt het af, omdat er... veel laagbouw is met maximaal 4 etages portiekwoning. Komt veel voor in een groot gedeelte van de wijk.
Ook koopwoningen, laagbouw. Ik ben zelf, ik heb daar lang over mijn wens geuit. En na 5 jaar had ik dan eindelijk een woning met een tuin in Amsterdam. Nou, dat is al wat. Wat wil je nog meer? En Danny, wat voor type bewoners kan ik tegenkomen als ik in Rijgersbos beland? Ja, heel divers. Het is een hele mooie buurt. En van jong tot oud, oudgedaande tot jongeren. We hebben een middelbare school midden in de wijk. Het voormalig SGR Lely Lyceum. Dus ook door de weeks is het in het winkelcentrum stikt het van de jongeren. Je hebt een hoop hulpbehoevende mensen die ook in de wijk rondlopen. Er zijn ook echt wel wat instellingen in de wijk, naast het winkelcentrum. Waardoor het allemaal echt door elkaar heen loopt. En dat is op zich een hele mooie dynamiek. Want iedereen is gewoon vrolijk met elkaar. En de hangmannen die op het bruggetje zitten, iedereen kent ze. En iedereen groet ze. En het is gewoon prima. Het is echt een hele mooie, diverse wijk. Mag ik er iets op aanvullen? Uiteraard. Dit is op zich natuurlijk in naam een grote stad. Maar zoals zo'n wijk functioneert, heeft het iets van een dorp. En van ons kent ons. En dat dorp is eigenlijk heel Zuidoost. Dat beperkt zich niet alleen als bewoner of als je medebewoners van Rijgersbos. Er is vrij veel interactie en vrij veel initiatieven onderling bij buurthuizen en noem maar. En dat vind ik ook uniek van de Bijlmer of Amsterdam Zuidoost, zoals de nieuwe benaming nu is. Alweer een tijdje natuurlijk. Mm-hmm. Maar die verbondenheid en vriendschappen en sociale projecten waar ik ook Danny heel veel van ken. En ik heb hele diepe vriendschappen hier ook mogen opbouwen. En dat heeft mij als bewoonster ertoe geleid dat ik hier graag blijf wonen. Ja, ik denk voornamelijk ook dat op een gegeven moment hadden wij Hoodlab in de wijk. En die hebben ook een magazine uitgebracht. Het magazine heet Rijgersbos beweegt. Ja. En dat spreekt ook wel voor zich. Het beweegt. Je ziet veel mensen op straat. En op zich, de openbare ruimte wordt goed gebruikt. Mag af en toe wel wat meer functies krijgen. Mm-hmm. Maar de bewoners die passen zich gewoon aan aan de omgeving. En je hebt natuurlijk ook om de hoek allemaal groen gebied. En je kan alle kanten op. En naar alle kanten op. Jullie gaan zo organisch. Ik vind het prima. We houden van onze wijk. Nee, maar toen dat bewonersplatform ontstond 4 jaar geleden, was een van de eerste speerpunten die ik naar voren bracht. Van ja, het is allemaal leuk als jullie graag zouden willen dat een voorzitter het heft in handen gaat nemen met de groep. Maar als er één ding heel belangrijk is wat ik mis hier in de wijk, is dat er geen buurthuis is. En alle andere wijken, het is niet van jullie wel en wij niet, maar het is er gewoon niet. En dat is wel een sociale factor die heel belangrijk is ook in een wijk. Dus daar hebben we hard voor gestreden. En ik heb aan de gemeente ook de mensen die in bepaalde functies daar aanwezig waren, gebiedsmakelaar en van allerlei mensen gevraagd van ja, ik wil het wel doen, maar dan moet wel de dialoog openstaan van de gemeente om een buurthuis annex, misschien broedplaats te realiseren. En dat vind ik dus het mooie. En complimenten ook voor de gemeente. Dat ze niet alleen in dialoog zijn, maar ook met de bewoners de plannen verzamelen, de punten die realiseerbaar zijn en niet. Maar het wordt gerealiseerd. We hebben een buurthuis van de gemeente in samenwerking. En dat vind ik fantastisch. Dus dat er dan na 8 jaar, want toen ik dus in 2012
in Rijgersbos kwam wonen. Ik zocht meteen naar een buurthuis. En ik kwam op een zaterdagmiddag, daar waar nu de scholen nog zijn, in een gebouw. En zeiden, ja, daar zou het buurthuis misschien zijn, maar ik weet niet of het er nog is. Nou, en die hadden net hun laatste feestje, ze gingen sluiten. Dus ik had echt zoiets van, nou, dat gaat niet gebeuren. En ja, nou zijn we een aantal jaar verder en het vuur gaat weer verder. En als we nu even een verre blik vooruit werpen en we komen aan in 2030. Wat is het beeld wat je dan ziet? Je komt aan bij de metro, je gaat door die poorten. Ja, misschien is het tegen die tijd, word je wel gezoomd aan de overkant, I don't know. Hè, maar wat zie je dan? Je komt er aanlopen, wat wil je zien? Ik denk voornamelijk de beweging die wij nu al voelen in de wijk, dat die tot zijn recht gaat komen. Ja. In die zin dat wij hebben ook al wel pogingen gewaagd om dat visueel te maken door gewoon echt vanuit het bewonersplatform een festival te initiëren in het winkelcentrum. Mm. Nou, dat is uitgegroeid tot inderdaad echt een Rijgersbos gaat groot. Los, hè? Ja. Het is echt supermooi. Er komen heel veel mensen op af en het is echt een hele mooie positieve energie. En ja, het nieuwe buurthuis, dat hebben wij wel echt zodanig geïnitieerd dat we daar echt een hotspot van willen maken. We willen een plek bieden voor talentontwikkeling, maar ook echt ontmoeting op het hoogste niveau. Verbinden van alle doelgroepen met elkaar. Een podium bieden voor talent, een podium bieden voor eigenlijk een buurt in beweging krijgen. En dat gaat hij zeker doen. Dat gaan we zeker doen. Ja, daar blijven we voor vechten. Ja. En jij vertrekt vooral vanuit een soort van gevoel en saamhorigheid. Ja. En dochter van een architect. Ja. Zie je daar ook andere type gebouwen, andere functies? We hebben een aantal sessies gehad met de gemeente. In dialoog met input van de bewoners, heel goed. Met verschillende thema's. En een van die thema's was wonen. Prachtige maquettes. En er was een architectenbureau, een stedenbouwkundige en de gemeente en alles bij aanwezig. En natuurlijk een heleboel bewoners en participerende organisaties. En wat je dan mochten wij erop creëren met wat verschillende thema's die dan een soort visueel, stokje met een vlaggetje of zo. Ah, oké. Okay, en dat kon je dan neerzetten. Die functie wil ik daar, die wil ik daar. Ja, hè, dus ja. Dat kon je visueel maken. En dan zie je ook inderdaad wat er verder in de wereld en ook nu in Nederland verder zich urban aan het ontwikkelen is. Ik denk dat het pure beton, hè, dat is 100 jaar geleden in de wereld verder meer met Le Corbusier en zo uitgevoerd. Maar dat er veel meer groen nu doorheen begint te komen. En dat niet alleen, maar ook de drie generaties. Ja. In plaats van dat die vanaf na de Tweede Wereldoorlog taartstukken werden gesneden van nou, bejaardentehuis of verzorgingstehuis. En dat allemaal splitsen naar de kleuterschool en alles. Nee, een familie is een familie. En je hoeft het niet eens allemaal in bloed met elkaar te zijn. Maar die verbinding in generaties is waardevol. Ouderen zijn eigenlijk hele waardevolle bomen waar we onder kunnen schuilen, maar ook die we ook moeten verzorgen. En met respect. En juist die interactie tussen die generaties en meer groen is heel belangrijk. Dus ook inderdaad wat je nu ziet ontwikkelen van bijvoorbeeld dat kinderen die dan al ruim volwassen zijn, maar zeggen ja, dan maar van de garage iets prettig om te wonen voor mama die alleen is of wat dan ook. Zodat ze niet alleen in dat grote huis in haar eentje zit, maar wel toch bij elkaar. Dus allerlei nieuwe woonvormen beginnen zich meer te ontwikkelen.
met grote mogelijkheden. Ik hoor het al. We gaan straks nog aan het einde nog even de architecten aan de tand voelen en dan halen we jou erbij. ja, mensen, jullie zullen wat denken, waarom kijkt die heer iedere keer zo naar de zijkant? Maar ik kijk naar een klok en ik heb een vraag gesteld over ontwikkeling aan de dochter van een architect. En ze praat daar zo mooi over en ik zie de klok zo gaan en ik denk, oh, ik ga over mijn tijd heen. Maar ik wil je bedanken. We gaan een wissel doen. Mm-hmm. We hebben gesproken over ontwikkeling. We zijn in gaan zoomen van een wijk is niks zonder de bewoners. Maar een toekomstvisie is niks zonder een verkenning van architecten. Dus we gaan nu even met drie andere heren in gesprek. Dus we gaan een wissel hierin hebben en dan halen we jou straks even terug. Yes. Ja, het is toch anders, hè, zo'n gesprek. Zo, aan de ene kant praat je met elkaar en aan de andere kant praat ik ook met jullie. Maar aan tafel gaan wij verder met Tobias Bader van M3H, Wouter Veldhuis van Must en in de Zoom Diederik Dam van Dam en Partners. Ik zal even checken. Diederik, kan je ons horen? Ja, ik hoor je goed, Angelo. Dankjewel. Ah, super. Mij. Ja, ja, we kunnen je ook heel goed horen. Je hebt heel geduldig daar zitten wachten. Ik zie in mijn aantekeningen, dan krijg je een beetje een beeld van met wie je aan tafel zit. En in de ene zie ik hier staan, een vader heeft ooit Reigersbos ontworpen. Dat was jouw vader, Diederik? Ja, is hoor, hij leeft nog. Is. Ja, maar ik bedoel, degene die dat gedaan heeft. ja, klopt. Prachtig, prachtig. Hoe voelt dat eigenlijk om dan in zo'n opgave te zitten van iets waar je vader aan gewerkt heeft? Nou, dat voelt natuurlijk heel dichtbij en ook heel leuk. En dat hebben we al zo vaker. Ik kom uit een familie van architecten, dus je hebt vaker dat je, niet altijd, maar dat je soms weer betrokken raakt eigenlijk bij plannen. Ja, die schuren tegen originele ontwerpen van je vader of je grootvader aan. Hier zien jullie die schets van mijn vader toen uit 1979. Dus dit is het originele ontwerp eigenlijk van het winkelcentrum en de kantoren rondom de metro. En natuurlijk is de tijd veranderd, maar ik zie wel wat toen de bedoeling was. En te delen is dat ook nog wel overeind gebleven. Oké, mooi. Wij gaan met Diederik, met Wouter en met Tobias eventjes praten over hun verkenning. Wat kwamen zij tegen? Wat was een uitdaging als die er überhaupt was? En vanuit welke invalshoek vertrokken zij toen ze naar deze opgave keken? Mag ik deze eerste vraag dan aan jou stellen, Diederik? Wat was in eerste instantie jouw beeld, even los van wat je er al van wist, maar toen je de opgave kreeg? En hoe heb je ernaar gekeken en wat kwam er uit? Ja, een van de, dat begint natuurlijk ook over de dingen die niet zo goed gaan en die kwetsbaar zijn. Een van de dingen die sterk opvalt aan de huidige situatie naast leegstand en zorgen. Dat toch eigenlijk een soort groot contrast tussen voor- en achterkant enerzijds. Hè, dus je hebt plekken die, waar het publiek zich op richt en andere plekken die zijn daadwerkelijk achterkant en grote parkeervelden. En met name die parkeervelden met gewoon auto's in het zicht. Dat doen we vandaag de dag natuurlijk niet meer zo. Sowieso hebben we gelukkig in de toekomst hopelijk minder auto's nodig. Maar je wil eigenlijk dat die auto's uit het zicht zijn en dat er maximaal groen en maximaal goede openbare ruimte eigenlijk is om van te genieten voor iedereen. Oké. Is daar vanuit jouw bureau een bijzondere invalshoek die je hebt ingebracht bij de verkenning? Ik denk het wel. Waar we onder andere erg naar zoeken is hoe je, als daar nieuwe gebouwen bij komen, hoe je niet alleen de bestaande identiteit kan versterken, maar hoe je eigenlijk ook een bijdrage kan leveren aan een nieuwe identiteit. En we denken dat te kunnen doen, onder andere als je kijkt naar de bestaande originele terraswoningen, dan zie je eigenlijk dat ze door een grote balkons, een grote buitenruimte, eigenlijk hele sympathieke balkons hebben ook afgetrapt zijn. En in het kader ook van discussie over hoogte, zoals Iris dat aan het begin zei, dachten we dat het interessant zou kunnen zijn om gebouwen voor te stellen, te zien een beetje in de kleine schetjes recht van het vorige plaatje, die in de basis aan de straten maar zo'n 4 verdiepingen hoog zijn en dan daarboven terugtrappen, waardoor er ook veel licht eigenlijk in de nieuwe straten, nieuwe profielen vallen. Een ander ding is dat de wijken eigenlijk, de deelwijken weer rondom Reigersbos, die hebben eigenlijk allemaal een eigen karakteristiek. En die worden nu doorgaans eigenlijk gedeeld door dreven en door wegen. En het lijkt ons heel goed om die groenruimtes daartussen te versterken. Dus in onze schets hebben we met name ook in die zin die bebouwing eigenlijk rondom Reigersbos zo compact wel geconcentreerd. En allemaal ten noorden van de dreef, in ieder geval van de dreef eigenlijk waar het in het begin veel over ging. En dan juist die ruimte omheen eigenlijk als parkachtig, als groen eigenlijk vormgegeven. Zoals net als Iris aan het begin zei, dat niet alleen dat groen rondom deze wijken zo fantastisch is, maar dat er ook meer groen eigenlijk in die wijk terugkomt. Oké. Okay. Hoe hebben jullie eigenlijk de verkenning aangevlogen? Welke invalshoek hebben jullie ingebracht in de verkenning?
Allereerst kan ik zeggen dat wij, omdat het ook in onze optiek een stedenbouwkundige opgave is, hebben we samengewerkt met het bureau Hosper uit Haarlem. Een landschapsbureau. Wij zijn meer een architectenbureau. We hebben samen vanuit een grotere schaal gekeken. Dat heeft Iris al heel uitgebreid uitgelegd. Die drevenstructuur en de verbindingen tussen de wijken en... de zegen van de dreef is dat je geen gelijkvloerse kruising hebt van auto's en fietsers. Hè, dus het is heel veilig. De schaduwkant daarvan is dat de onderdoorgangen, werd net ook al even genoemd, hè, dat zijn vaak onprettige plekken waar mensen zich ook onveilig voelen. Dus de verbindingen tussen Holendrecht en Rijgersbos, dat zijn er vrij weinig en die zijn ook niet van hoge kwaliteit. Mensen maken er ook niet veel gebruik van 's avonds. Dus we hebben ons eigenlijk met name gericht op het verbinden van die twee wijken onder de dreef. Hè? Want wij zijn specifiek ook gevraagd om te studeren op de Rijgersbosdreef. Mm-hmm. En een van de vragen was overigens ook of die dreef verhoogd moet blijven of dat die omlaag gebracht moet worden. Nou blijkt uiteindelijk in de studies dat dat misschien niet eens de belangrijkste vraag is, maar dat de verbinding tussen de twee wijken wel... verbeterd moet worden. Dus we hebben eigenlijk bebouwing ingezet om voordeuren aan de straat te maken, woningen aan de verbindingswegen. Dus in dit geval zijn het fietspaden en voetpaden. Waardoor je oog op straat krijgt en veiligheid en reuring in die gebieden. En wat er ook heel erg ontbrak eigenlijk in onze optiek is eigenlijk dat er geen echt centrumplein is. Ja, dus wel een functionerend winkelcentrum wat goed werkt en wat door iedereen als prettig wordt ervaren volgens mij. Alleen is er geen verblijfsplek. Dus om even op de vraag terug te komen, ik weet niet, Hassan was het geloof ik. Een van de dingen die wij misten ook in de buurt was een plein waar wat reuring is en waar gezelligheid is en waar je ook 's avonds wil verblijven. Dus in onze voorstellen hebben we midden in het hart van het winkelcentrum ook een plein gecreëerd. Dus daar zie je hier in de collage zie je daar een verbeelding van. Hè? Dus dat is een plein met een nieuwe bebouwing, voor een deel ook wat hogere bebouwing. En een inrichting van de openbare ruimte die ook verblijfskwaliteit heeft. En je zag het net in het vorige plaatje ook, de uitgang van de metro, die komt ook aan het plein te liggen. Dus het is geen anonieme plek meer waar je een metro betreedt, maar het is echt het hart van de wijk. Dus ik denk dat dat voor ons eigenlijk het belangrijkste punt was voor Rijgersbos, zeg maar. Oké. Ik ben altijd wel benieuwd. Kijken jullie ook naar elkaars werk, hè? Wat de verkenning opgeleverd heeft? En als je dat gedaan hebt, wat maakt dat van jullie heel anders dan wat de anderen als uitkomst hebben gehad? Dus niet per se beter, maar anders. Laten we even beginnen met dat de vraag hier was bedenkwoord vanuit drie verschillende bureaus. En dat we ook inderdaad in elkaars keuken hebben kunnen kijken. Dus dat was ontzettend leuk. Want het gebeurt niet vaak. Hè? Vaak word je gewoon tegen elkaar uitgespeeld. En hier was nadrukkelijk een soort collegiale sessie van wat is goed voor die wijk. En dan is natuurlijk ieder bureau heeft zijn eigen invalshoek. Ik denk dat wij met name geïnteresseerd zijn ook in van hoe je een stad of een wijk kan maken die rechtvaardig is. En dat wil zoveel zeggen als een wijk waar alles is voor iedereen. Maar ook een wijk waar iedereen zelf kan vormgeven aan die wijk. En om dat goed te kunnen doen, willen wij graag eigenlijk met bewoners werken. En dat was even in deze korte sessie die wij hebben gemaakt niet mogelijk. Dus we hebben wel wat mensen gesproken op straat, maar verder... net dat gesprek wat hier plaatsvond was heel waardevol al. Dus de ruimte voor meer bewegen en dan meer sociale beweging, meer economische beweging, ik denk dat is waar wij ons plan heel erg op gericht hebben. Dus we hebben gezegd, die dreef was wel de opdracht, maar die interesseert ons niet zoveel. Want we willen het heel erg hebben over die paden, die fietspadnetwerken die allemaal door Zuidoost gaan. En die eigenlijk alle plekken van leven en bewegen met elkaar verbinden. Dus daar zitten de buurthuizen aan, de scholen, de winkelcentra, de apotheek, brandweerkazerne. En laten we alsjeblieft met name dat publiek vastgoed, waar er al zo weinig van is in de stad, laten we dat koesteren en waar mogelijk ook vergroten. Dus we hebben eigenlijk een plan gemaakt waarin we rondom het centrum van Rijgersbos eigenlijk een nieuwe schil zetten met heel veel ruimte voor publiek vastgoed. En ik ben dus ontzettend blij ook dat de gemeente de brandweerkazerne heeft aangekocht om daar een buurthuis van te maken. Want de praktijk is vaak dat dat soort locaties als eerste volgebouwd worden met dure appartementen.
Terwijl je die goedkope plekken zo hard nodig hebt in een wijk waar al misschien heel veel gewoond wordt, maar nog niet genoeg ruimte is om echt te ontwikkelen en te bewegen. Dus deze kaart die hier als laatste staat, daar zie je ook in paars ons idee dat je in het hele plan heel veel plekken moet kunnen maken waar schouwruimtes komen. Plekken waar je een bedrijfje kan beginnen. En dat zijn de plekken die niet bij een winkelcentrum horen, maar er wel omheen hangen allemaal, waardoor uiteindelijk het een veel levendiger en completer gebied wordt dan alleen maar wonen en winkelen. Dat is eigenlijk de kern van ons plan. Oké, dan heb ik even een vraag die ik in het midden gooi, en wie zich aangesproken voelt kan dat zeggen. Als dat te lang duurt, dan moet ik iemand aanwijzen. Zo gaat dat nou eenmaal. Als bewoner kan je wel eens zorgen maken dat bij een vrije, ongekaderde verkenning, hè, dat van jouw woongebiedje niks overblijft. Zijn er plannen waarbij er een hoop verandert, gesloopt wordt eventueel? Of hebben jullie vooral gebouwd binnen hetgeen wat er al is? Wie heeft gesloopt? Wij hebben gesloopt. Dat is wel grappig. We zaten natuurlijk met Diederik ook aan tafel. En we hebben het lef gehad om een van de gebouwen van zijn vader op de sloopnominatie te zetten. En dat hebben we gedaan om een betere verbinding te kunnen te maken tussen Rijgersbos en Holendrecht. Daar is eigenlijk fysiek gewoon vrij weinig ruimte voor. Dat zijn hele smalle steegjes die tussen het winkelcentrum en de parkeergarages liggen. Mm-hmm. En we hebben gemeend om een echt plek te kunnen maken, is het wellicht te overwegen om te slopen. Terwijl ik in principe tegen slopen ben als het niet absoluut noodzakelijk is. Hè? Want je kan veel beter herbestemmen. Dat is ook qua duurzaamheid vaak een betere oplossing. Maar verder kan ik wel zeggen dat in alle plannen heel erg rekening is gehouden juist. En corrigeer me maar als je denkt dat het niet klopt. Met de bestaande structuur. Dus wat wij bijvoorbeeld gedaan hebben, is we hebben aangeheeld op de bestaande structuur afgemaakt richting de dreef. En rond de dreef is er vrij veel ruimte. Hè? Die dreef zijn heel ruim opgezet en daar zitten dus inderdaad parkeervelden met een vrij lage ruimtelijke kwaliteit en een aantal gebouwen zoals parkeergarages en een pompstation die daar misschien niet per se hoeft te zitten. En daar heb je dus plek om bij te bouwen zonder dat de buurt daar zelf onder leidt. Sterker nog, dan kan je de woningen bouwen waar behoefte aan is. Hè. Dat is al eerder gezegd, hè. Voor ouderen en voor jongeren zijn er echt vrij weinig woningen. Nou, als je die bijbouwt, dan kan je dus ook doorstroming genereren in de wijk zelf. En ik denk ook als je puur gewoon volume bijbouwt, zeg maar, dus als er meer woningen komen en meer bewoners, dan is er ook meer draagkracht voor voorzieningen. Dus ik in dat opzicht kan de wijk ook wel bewoners van buiten gebruiken, zeg maar. Want daar is heel veel ruimte. Maar om voorzieningen vitaal te houden, is het ook belangrijk dat er echt goed gebruik van gemaakt wordt. Ja, dus een ander ding wat wij volgens mij allemaal ook hadden, is en dat kwam ik in het begin ook naar voren, dat de bushaltes, zoiets simpels als bushaltes, op de verkeerde plek zitten. Hè? Dus waar je in ieder geval niet als voetganger kan komen, daar word je verondersteld op de bus te gaan wachten. En ook de metro-ingangen liggen net niet handig vaak. Hè? Dus we hebben allemaal volgens mij zitten puzzelen op hoe kan je nou zorgen dat het voor voetgangers aantrekkelijk wordt om het openbaar vervoer goed te gebruiken. Want dat is toch de kwaliteit van deze wijk, dat er gewoon heel goed openbaar vervoer is. Alleen vooral voor die bus die op die hoge dreven ligt, is het ellende. Dus als die dreven verlaagd moeten worden, dan is het wat mij betreft alleen maar nodig omdat die bus dan eindelijk goed bereikbaar is voor de voetganger. Oké, ik heb, want we zijn bijna om in deze tijd, ik wil iets belangrijks nog wel weten. Diederik, als ik drie woorden die jouw plan, die jouw verkenning typeren, welke drie woorden komen dan naar boven? Ambitie om in hout te bouwen, vergroening en door inderdaad meer programma, ook meer kansen voor de winkels en de cafés en de horeca. En natuurlijk de voorzieningen die net genoemd zijn, waardoor het levendig is en compleet en inclusief. Dank je wel. Drie woorden. Ja, je hebt de woorden die ik had gestolen van de rest. Nee, we gaan dit gedeelte weer afsluiten. Sowieso ook voor jullie, blijf eventjes hangen. Want als er nog vragen komen die echt wel brandende vragen zijn, zou het leuk zijn als we die even terug kunnen typen van nou, dit is het antwoord. We gaan naar het volgende stuk. Dus weer de wissel. Aan tafel krijgen we Joost, uiteraard. En we krijgen Simone aan. Zo.
Ik heb... Ja, zit je goed? Ik heb van de vorige keer geleerd, een verfijnd spreker moet je nu als eerste laten spreken. Dan komen we in de tijd altijd uit. Je hebt de plannen gehoord. Ik ben gewoon benieuwd. Wat sprak iets je aan? Heb je ergens vragen over, opmerkingen? Wat doen die plannen met je? Ja, beide uitvoeren, dat gaat niet. Mm-hmm. Maar in beide vind ik hele goede punten zitten. Zeker ook naar de toekomst toe vind ik dat het ook echt plannen van nu zijn. En dat vind ik mooi. Ook dat het groene wat er eigenlijk juist eigenlijk mede specifiek is voor deze wijk, dat ook in bepaalde stukken van de plannen ook nog meer naar voren komt. En ook het bedienen van de gebruiker, lees de bewoners en ook natuurlijk de mensen die allemaal aan de wijk komen. Want we hebben ook een weekmarkt waar een heleboel mensen uit allerlei andere stukken van Nederland komen. Die helemaal niet uit Reigerbos komen, maar die markt is gewoon heel erg gewild en populair, om maar zo te zeggen. Dus ja, ook zoals met de... Om die bussen dat op een andere manier in te vullen, et cetera. Er zitten hele goede punten in. Ja. Goed zo. Ga je het blijven volgen? Absoluut. Oké, want deze verkenning is natuurlijk een startpunt van een soort van participatietraject. Joost, kan je daar wat meer over vertellen? In welke periode begint het? Wat kan men verwachten? Hoe kan men meedoen? Ten eerste denk ik dat het heel goed is om te zeggen dat het studies zijn. Het zijn geen plannen die vaststaan. Het is ook niet de keuze tussen plan 1, 2 of 3. Want de drie architecten hebben hele mooie plannen gemaakt. Hun ideeën erover gegeven. En hier gaan wij mee, samen met de bewoners uit Reigersbos, de bezoekers, de ondernemers, mee in gesprek. Dat gaan we vanaf juli gaan we dat inplannen. Dus we gaan snel een uitnodiging versturen. We zoeken een geschikte dag uit. En dan nodigen we iedereen uit bij de brandweerkazerne. Om mee te praten en mee te denken. Oké. In de Zoom spreekt Hassan enorm lovend over de schetsen. Dat is dat ook eventjes voor de heren. Maar die vraagt zich af of de gemeente deze ook gaat delen online. Ja hoor. En waar kunnen we die dan vinden, test zijn de tijd? Nou, we gaan. Mijn voorstel is dat we eerst die datum gaan plannen. Dan nodigen we alle bewoners uit. Dan zorgen we ook dat alle plannen online komen te staan, dat bewoners het kunnen inzien. Daarnaast komen de plannen te liggen in het invalpunt in het winkelcentrum van Reigersbos. Dus daar kunnen bewoners ook altijd even langskomen om nog eens eventjes door de plannen te neuzen. Oké. Op zich wel uniek, hè? Dat de gemeente ook los van een stukje leegstand, want natuurlijk niet alleen in zo'n winkelcentrum als Reigersbos gebeurt, maar eigenlijk landelijk. Hè? Maar dat dan juist toch de gemeente ook participeert in het gebruik en ook tussen ons aanwezig is. En dat heeft zeker ook zijn nut en ook communicatie. Communicatie is key in het leven, dus... Dat is ook weer, vind ik, die mooie dialoog die er in realisatie en in communicatie is met de gemeente en de bewoners. Ik ga er weinig meer aan toevoegen, want we zijn ook in principe bij het einde gekomen. Het is heel mooi dat plannen zich ontwikkelen, mensen kunnen bijdragen en de gemeente die dat ook openstelt om dat traject aan te bieden waarin iedereen kan meedenken, meedoen. We gaan nog eventjes de chat open laten, kijken of we nog heel veel vragen kunnen stellen. Ik wil iedereen die aanwezig was, ook onze spreker via de Zoom, bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik denk dat we een hele goede inhoudelijke programma hebben gehad. Mensen, blijf het volgen. Kijk wanneer die participatietrek begint. En dan gaan we met z'n allen praten over een mooie gezamenlijke toekomst. Dankjewel. Blijf ons volgen via Pakhuis de Zwijger. En laten we blijven praten, zal ik zeggen. Ja, communicatie is key. Dus dat. Fijne avond. Fijne avond.